Ik ben Ruben Bruniera, ik ben een Brusselse onderzoeksjournalist. Wij wilden die rol van private veiligheidsbedrijven beter begrijpen. En daarvoor heb ik samen met mijn Franstalige collega Aubry Touriel een samenwerking opgezet met Nederlandse journalisten en een beurs aangevraagd bij het fonds. Het meest interessante van het samenwerken met Vlaamse journalisten was dat heel veel vooroordelen echt niet kloppen. Ik denk dat wij als Belgen heel snel denken dat we Nederlanders wel begrijpen, omdat we dezelfde taal spreken. Maar dat wanneer je onderzoek doet in Nederland bijvoorbeeld, dat je er dan achterkomt dat er heel grote verschillen zijn die we moeten overbruggen. Een voorbeeld is de privatisering van overheidsdiensten. Dat is in Nederland veel verder gevorderd dan bij ons. Qua privacy geven we alles gewoon weg. Echt, dat maakt de Nederlander kennelijk niet zoveel uit. En dat ligt de Vlamen zijn daar echt voorzichtiger mee. Lastig van onderzoek is het dat je nooit weet waar je uitkomt. En het fijne van zo'n onderzoeksbeurs is dat je een beetje ruimte hebt om ook gewoon echt dagen door te broeden. En dat heb je echt nodig. We hebben meerdere theorieën gehad die toch gewoon niet waar bleken te zijn. En die moet je gewoon allemaal uit kunnen exerceren. En dat hebben we nu in alle rust kunnen doen dankzij dit fonds. Ons onderzoek is verschenen in Quote en De Groene. Uiteindelijk waren het vier verhalen. Dat is de Nederlandse kant. En in Vlaanderen is het onder andere verschenen in Knap. Eens je een beurs hebt, gaan de deuren open. Die beurs is bijna een kwaliteitslabel naar hoofdredacteurs toe. Iemand gelooft in dit project en heeft dat goed bestudeerd.